Ik heb gekozen voor een gedicht van Remco Kampert. Omdat ik Remco heb ontmoet ergens 2004, 2005 in Gent. Ik was toen schepen van cultuur en in Gent hebben we een poëzieroute. Dat is een kralenkrans doorheen de stad geweven van gedichten. En ik heb toen als schepen van cultuur enkele gedichten ook aan die krans toegevoegd. En een van die gedichten was van Remco Kampert, Verzet. Ik heb hem toen uitgenodigd. Hij was toen al hoogbejaard, maar een prachtige man. Heel aangenaam gesprek. En ik wil zijn gedicht voordragen, ook in deze omgeving. Lijkt het mij een passend gedicht, want het gaat over verzet. Verzet begint niet met grote woorden. Verzet begint niet met grote woorden, maar met kleine daden. Zoals storm met zacht geritsel in de tuin. Of de kat die de kolder in zijn kop krijgt. Zoals brede rivieren met een kleine bron ergens verscholen in het woud. Zoals een vuurzee met dezelfde lucifer die een sigaret aansteekt. Zoals liefde met een blik. Een aanraking, iets dat je opvalt in een stem. Jezelf een vraag stellen. Daarmee begint verzet. En dan die vraag aan een ander stellen. Volg Vlaams Parlement TV op Facebook en Twitter. En bezoek onze website op www.vlaamsparlement.tv.